Ja, in Limburg gebeurt er altijd wat en hier in Studio TVL zetten we dat eventjes op een rijtje in onze agenda. Onze muzikale band zijn de Mavericks. Niet de Mavericks, maar ze hebben wel te maken met de Mavericks en dus tijd om een beetje uitleg te vragen. En dat krijgen we van Mark Stans, Wim Klaas en Chris Hollemans, enkele leden. Goedemiddag. Ja, misschien eventjes uitleggen, want de band bestaat nog niet zo heel lang, hè Mark? Wanneer is dat ontstaan? Een jaar of drie geleden kwam Chris met het idee af. Hij is een grote fan van de Mavericks. Ik zou ook zo'n tribute-band willen oprichten. Ja. En wij zijn ermee gestapt. Ja, en waar die liefde voor de Mavericks? Oh, een beetje omdat het een beetje muziek is. Dat voor iedereen zit daar wel iets in eigenlijk. Ja. Ik zal het zo zeggen. Voor jong, oud. Het wordt een beetje naar de country getrokken, maar het is toch geen country. Het is het is pop, het is rock, het is funk, het is blues. Het is een beetje van alles. Van vandaar eigenlijk een beetje... Ja. De reden waarom. Ja, en voor de mensen die de Mavericks niet moeten kennen, we hebben even een stukje klaargezet van een clip. Dit ken je ongetwijfeld wel. Ja, Dance the Night Away, het is een nummer dat iedereen kent. Want als je zegt de Mavericks, wie zijn de Mavericks? Maar als je dit hoort, denk je van, ah ja, natuurlijk, de Mavericks. Dit kent iedereen wel eigenlijk, hè? Is dit de grootste hit eigenlijk? Ja. Ja? Ja, denk het wel. Dat is een grootste hit. Wat is een Amerikaanse band? Wim, jij bent zo'n beetje de zanger van de band. Klopt. Jouw stem lijkt ook een beetje op de stem van... Van Raoul. Van Raoul, ja. Is dat toevallig of is dat niet toevallig? Of, Toevallig. Zoals Mark al zegt, Chris kwam mij met het idee van we zouden eens graag een tributeband willen oprichten. En Chris is een geweldige fan van de Mavericks. Ja. En ik luister daar één keer naar. Ik zeg, mijn stem benadert dat wel een beetje. En ik was direct gewonnen voor het idee om de tributeband op te richten. Ja. Dat is lekker meegenomen natuurlijk. Ja, want ze waren gestopt in 2003. Sinds een paar jaar zijn ze toch samengekomen. Nu is het denk ik 25 jaar bestaan. Ja. Hè? Dus dat is een mooi ideetje, ook voor jullie eigenlijk. Ja. Hè? Ja. Weten zij dat jullie bestaan eigenlijk? Ik denk het wel. We hebben af en toe al wel eens een reactie gekregen op mail van hun saxofonist eigenlijk. Ja. Dus we denken van wel. En met een deel van de band gaan we nu naar een live optreden in Londen begin maart. Dus we hopen van ze daar even te ontmoeten. En dan neem je de dvd mee van deze uitzending, geef je die af. We zullen dat zeker doen. Je weet maar nooit wat dan kan gebeuren eigenlijk. Ja. Hè? Voilà. Ja, zo. Want jullie spelen ook heel vaak, of we hebben wat beelden van jullie optreden eigenlijk. We gaan eens even kijken. Volver... Spelen jullie, hè? Ja, oké. Okay. Live, Mavericks. Nu, Mavericks, niet de Mavericks. Waar is dit even? Leg het even uit. Dit was in Valkensburg. Ja. Valkenburg? Middelburg. Ja. Want in Nederland treden jullie vaker op dan in Vlaanderen, heb ik zo het gevoel. Zo. In het begin wel, maar nu is het toch... Ze beginnen ons stilaan te kennen. Ja, maar we zijn maar 2 jaar bezig. Het niet is zo natuurlijk lang. Ook zo dat de Mavericks de echte gekender zijn in Nederland als in België. Ja, dat is inderdaad dat ook zo. Wel op, is het zo'n beetje een midlife-crisis van jullie zo? een goede, positieve midlife-crisis zo. Mark, ik zie je meteen ja knikken. Of meen je het niet? Nee, bij mij was het eigenlijk meer omdat... Ja, ik speel heel graag Hammond en piano. En ik moet maar die twee dingen doen. En in een andere band is het klanken zoeken en synthesizer toestanden. En dit is echt piano, Hammond. Ja. Wat is, het is, we hebben het net gezien, het is wel feest als we jullie bezig zien. Hè? Ik bedoel, welke band treedt nog zo op? Ook de trompetten bij, trompetisten erbij en zo. Het is party, denk ik ook wel. Hè? Voor jullie ook? Het is ook bewust gekozen. Ik bedoel, als ik met het concept bezig was, dacht ik van... Ik wil een band maken met meerdere muzikanten. Het geval van blazers erbij te hebben, saxen, trompet, wordt niet zoveel meer gedaan. Nee, eigenlijk. Misschien heeft dat allemaal met het financiële te maken, maar we zijn eigenlijk allemaal tot een ouderdom gekomen dat we zeggen, mannen, we gaan vooral nog eens voor de muziek. Ja. En vooral muziek wat we allemaal graag horen, want dat is ook belangrijk, en graag spelen. Ja. Stel ze grap eens even voor, we gaan helemaal rechts beginnen met gitaar.
Ja? Helemaal. Ja, die met zijn veel haar daar rechts. Een gitaar, ja. En een beste vriend, dat is Rudy Luiten. Willy Luiten, ja. Ja, waar is hij? Waar is Willy? Die is van Ramsel afkomstig. Ja. Ja, en dan hebben we aan de andere gitaar hebben we Walter De Loze, is van Rijkenvorsel. Ja. En dan hebben we aan de trompet hebben we Bart Gijzemans. Dat is met de rode, ja, met de rode Hallaar. Ja. Ja. En dan hebben we ook nog Ludo Koenen van Hasselt. Ja, dus een beetje band. Limburg, Vlaams-Brabant, Antwerpen zo'n beetje. En waar repeteren jullie dan eigenlijk? Hoe werkt dat? We repeteren in Ramsel, bij Rudy. En Ramsel, waar ligt dat? Vlak na Aarschot. Oké, okay, ja, dat is een beetje centraal gelegen. Centraal, ja. Zeg, er komt nu ook een eerste album aan, over een goede maand. Met eigen nummers ook en covers. Wat wordt dat precies, Chris? Het zijn een paar eigen nummers die we gaan doen, ja? Die erop staan eigenlijk. En covers, ook covers van anderen die we herwerkt hebben in een Maverick-stijl. Ja. Maverick-songs. Een beetje onze eigen weg aan het zoeken, stilaan. Om toch een tribute-band te worden, maar met een knipoog van iets meer te kunnen. Ja, en Maverick-stijlen, hoe moet ik dat dan een beetje omschrijven? Het heeft een beetje... Het moet wat rock'n'roll zijn, het moet wat Cubaans zijn. Ja. Het moet een beetje... speciaal zijn met de blazers erbij, een beetje voor de plus 35er, zal ik maar zeggen. Oké, okay. Muziek voor de plus 35. Goed, zometeen gaan we nog een tweede nummer doen. Ik heb eerst nog een klein quizje. Welke Mavericks, want Mavericks bestaan, er zijn heel soorten Mavericks, welke Mavericks bestaan echt? Luister mee. Een surflocatie aan de Westkust, of een besturingssysteem voor Macintosh-computers, een Amerikaanse band of een basketbalteam in Dallas? Welke zouden echt bestaan, denk je? Ik denk eerder aan de basketbalteam. Ja, ik denk het ook. Ja? Ik denk het ook. En de band uiteraard ook. Band sowieso. Ze bestaan alle vier. Er is een surfplaats aan de Westkust die Mavericks heet. En er was ook een besturingssysteem voor Macintosh, ook Mavericks. Ja. Kijk eens, 35-plussers en ze leren hier iets bij vandaag. Ja. Goed. Voordat we gaan optreden, wil ik de stelling nog eens even vragen. Want het was juist aan jou. Want is het waar of niet waar het warm water sneller bevriest dan koud water? Jij denkt dat het... Ik had gezegd dat we er konden over praten, maar ik denk wel dat warm water sneller bevriest. Ja, waarom denk je dat? Ik kan er geen uitleg aan geven, maar ik denk wel dat dat zo is. Ja, maar je wist ook niet dat Mavericks een surflocatie was, dus ik geloof er niks meer van, hè? Gezien van horen zeggen. Ja. Wat denk jij? Ja, we hebben er intussen al over vergaderd. Ja, wel, waarschijnlijk wel, ja. Ik geloof dat het warm water is dat snelst bevriest, maar waarom? Oké, okay, goed, we gaan straks... Hier praat iemand van moleculen. Ja. Ja. Oké, ze zijn ermee bezig. Ja. Dat is de bedoeling. Ja. Hè? Goed, mannen, ga naar de band toe. Want we gaan uiteraard nog een tweede keer live genieten van de Mavericks. Heel blij dat ze hier zijn. En zo meteen inderdaad gaan we vertellen hoe dat zit met dat warm water of niet. Of dat nu wel eens of niet sneller bevriest. En uiteraard zo meteen ook Michel Follet. Want we blikken uitgebreid terug op de Oscars die er voorbije nacht zijn uitgereikt in Hollywood. Maar eerst gaan we genieten van... The Mavericks, and it is Come On To Me, Mavericks. Stars, I'll be lights. I'll be you digging through the lonely night, like some sentinel I don't want again. Until the very end, there is nothing that anyone can say to me. You persuade me to change my mind. Yeah.
There is nothing that anyone can say to me. You persuade me.